Tienestein was dalk president Kreer sy Vrystaatse ewe knie, maar hy en Mpol het dag en nacht verskil. Stein was een opgevoede man. Hij het in beide Leiden en Londen geswaad, waar hy tot die Britse balie toegelaat is. Met zijn terugkomst in die Vrystaat is Stein als rechter aangewees voor hy by die politiek betrokken geraak het. As president van die Vrystaat het Stein in 1899 als bemiddelaar tussen president Kreer en Lord Alfred Milner, die Britse hoogcommissaris, opgetree. Oorlog was echter onvermijdelijk en Stein het sy land vir oorlog voorbereid. Hy het vir sy generaals die opdracht gegee om die Kaapkolonie binnen te val. Nadat Bloemfontein door die Britte oorgeneem is, het Stein en generaal Christian de Wet sy commando een reisende hoofstad gevorm. Opgee was vir Stein eenvoudig net nie een optie nie, en hy het saam met sy mense in die veld aanhou veg tot die laaste toe. Al was Stein sterk gekant teen opgee, het hy na die oorlog steeds een belangrike rol in die politiek gespeeld. Soos een ware staatsman het Stein in die laaste jaren van sy leven vir vrede tussen boer en Brit gepleit.